Yo kijkers van het kwartiergrond hier, dit is weer een nieuwe vlog en vandaag zijn wij in Sevilla en we staan hier op het plein van Spanje, oftewel Plaza El España ofzo. Plaza El España, ja. Dus vlog vanuit Sevilla. Yay. Nou, een taxiritje verder. Het is 11 uur 's avonds geweest en dit is ons hotel. Nice. Wij zijn gearriveerd. Kijk, zo'n mooie kamer. We gaan even een pilsje drinken. Wauw. Lijkt op Tunesië of zo. Nou, in Spanje is het altijd hoe later hoe gezelliger, dus tuur nog aan de gambas om 12 uur. Smakelijk. Goedemorgen. Zo, goedemorgen. Kijk eens wat een uitzicht. Het is net, lijkt inderdaad alsof je bij de kust van Noord-Afrika in de buurt komt. En dat is natuurlijk ook zo. En vandaag zijn we hier in Sevilla op het plein van Spanje. Plaza España. Bij deze Plaza de España zijn natuurlijk opnames ooit van Star Wars geweest. Episode 2. Ik ben fan zoals je weet, dus hier waren toen liepen ze over de brug. Ja, hier liggen de 52 provinciën van Spanje uitgebeeld. In de vorm van mozaïek. En jongens, wie weet wat dit is? Ik weet serieus niet wat het is. Ik denk een boekenkast. Een sarcofaag. Dit vind ik het mooiste plein dat we ooit gezien hebben. Echt geweldig. Ja. We gaan met het paardje. Even met de koets door de stad. Oké, zitten we in de koets. Plaza de España. Plaza de España, EPK. Mooi zeg, echt een mooi plein. We gaan een rondje door de stad maken. Ja. Nou, ik heb wel eens lelijkere universiteiten gezien. Een luxe hotelletje hier zo. Torre d'Oro, de toren waar ze vroeger het goud op bergden, opborgen. Nou, door het mooie park met de koets. Oeh. Nou jongens, dit was de eerste keer dat ik in een koets had gezeten en ik vond het super leuk.
mooie oude boom. Jongens, deze wortels van de boom zijn zo groot, je kan er zelfs op zitten. Mooi hotel. Stuur, wat heb je? Fruitsalade. Hoe Minecraft eruit ziet. Minecraft boom in real life. Ja, hierachter zie je de stierenarena, wat nog steeds hier behoorlijk actief wordt gedaan. Stierenvechten. Hier de bull arena. En gewoon elke dag wedstrijden. Hè? 1 mei, 2 mei, 3 mei, nou et cetera. En lekker tapas hoort erbij natuurlijk hier. Paella. Ja, en hier is de beroemde kathedraal van Sevilla. Hier ligt Columbus begraven. En dat ding staat ook in de steiger, zoals zoveel van die gebouwen. En speciaal voor Tuur hebben we een hotel met zwembad, dus jump erin. Privé zwembad. Nice. Joker. Wie bent? Jongens, hier de Torre de Loro. Oftewel de toren van het goud. Hier bewaarden ze vroeger het goud dat ze ja, eigenlijk gevonden hadden en verkregen hadden. Daar tegenover lekker dikke, decadente terrasjes. Nou, eerste dagje bevalt hier prima. Het is nog steeds 31 graden, het is bloedje heet. Dat is een grote deur. Deur aan het slusje. Handshake. En de bodega. Maar overal tapas, tapas, tapas. Heerlijk. En we zijn weer tapas aan het eten. Smakelijk eten. Zeker goed. Lekker. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja mensen, goedemorgen. Welkom bij weer een nieuwe dag hier in Sevilla. En we gaan vandaag naar het Alcazar. Hier verderop. En met mooie tuinen, Game of Thrones is daar opgenomen. En we gaan nu eerst, ik denk een paar uur in de rij staan, want het is mega druk. Daar gaan we. Kijk die rij. Het is gewoon twee uur, meer dan twee uur wachten. Nou, inmiddels 2,5 uur in de rij. Tuur zit te wachten. En hier gaat de rij door en daar is de ingang. Nou, hier staan we flink in de rij te wachten. Al 2,5 uur, moet je kijken. Wow. Ja, dus dat is de kathedraal waar Columbus begraven ligt. En dit is Alcazar, oftewel het Koninklijk Paleis. En nog steeds in gebruik door de koninklijke familie. Daar gaan we nu naartoe.
Nou, na 3 uur in de rij, of meer, zijn we eindelijk binnen. Koninklijk Paleis is dit dus onder andere. En we gaan het zien nu, hè. Eindelijk naar binnen. Yes. Mooie tuur. Ja, we gaan daar hier dus de paleistuinen in. En dit zijn nog de gebouwen eromheen. En dadelijk gaan we dus de grote paleistuinen in. Helemaal groen natuurlijk. En daar zie je de kathedraal. Uit 1300. Ja. Achter zijn voor degene die het misschien herkent de opnames geweest van Game of Thrones. Daar speelt zich een scène af. Wie kent de serie? Laat het weten in de reacties. Ja, wel super mooi hier. Dus het is 3 uur wachten. Bijna 3,5 uur wachten wel waard, denk ik. Tuur mooi, hè? Ja. Tuur op avontuur, een nieuwe aflevering. Vandaag zijn wij in de jungle. Vandaag gaan we apen spotten. Onze eigen soort. Daar wonen ze. Ze wonen in Minecraft huizen. Oké, jongens, hier wonen dus de apen. We gaan ze even onderzoeken. Kijk, die zijn in de kop. Ei, ei. Honk. Ze zijn de honk. Honk. Om. Tuur is de pauw aan het voeren. Nee. Met chips? Nee, met zonnebloemen. Oh. Mega grote tuinen, midden in het centrum van Sevilla. Alleen ben je mijn vrouw, is het broer onze tuin. Ben jij hier ook geweest? Laat het even weten in de comments. Well, the night goes down. Oh, baby, I want you to be here. Nou, wie herkent hier de opnames van Game of Thrones in? Laat het weten. Nou, tip, koop je kaartjes online van tevoren, hoef je niet zo lang in de rij te staan. En trouwens, we zijn hier 4 dagen, dus dit is dag nummer 2. Nieuwe auto, hier rijd ik elke dag in. Dat is gewoon hier doe ik. Ja, die hebben we figuurd deze week, hè? Ja, daar ga ik gewoon altijd mee winkelen. Dat is gewoon. Lekker een mooi gebouw. Een paar uur verder en weer aan de tapas. Nice! Yo, vandaag is dag 3 en we gaan vandaag bootje varen en nog veel meer. Dus like even gauw. Ik heb nog nooit geroeid.
En we zitten alweer op het Plaza de España. Maar dit keer in een bootje. Nu is vader aan het peddelen. Nou, gas geven. En wandelroutes. Elke dag ontdek je weer iets nieuws hier. Moet je kijken hier. Wow. Ja jongens, hier staan we bij de houten parasolen, zoals het heet. Parasol de Sevilla. Moet je kijken, een houten kunstwerk. Daar gaan we nu dadelijk bovenop. Gemaakt voor wat schaduw te creëren. Kijk eens hoe mooi. Futuristisch lefje. Het is gewoon een wandelpad hier bovenover de stad. Super mooi gemaakt. Je niet in elke stad. Misschien ergens. We zijn bijna zo hoog als de kathedraal. Oh, kathedraal. En daarachter, helemaal in de verte, zie je de grote tuinbrug over het water. Kijk maar dat wandelpad zo over de stad. Mooi hè? Wauw, kijk eens hoe hoog we zitten, mensen. Speciaal glutenvrije restaurant, til je bord eens op. Glutenvrij. Smakelijk eten. Met die hangjongeren daar. Oink oink. Oké, Plaza España alweer. Maar nu zitten we in de... fietsding. Ja. Driewieler iets. Ik ga alleen mijn schild. Ook begonnen zijn, namelijk hier op Plaza de España, zonsondergang, moet je kijken, wat is toch mooi. We willen jullie bedanken voor het kijken naar deze leuke vlog. Het is een geweldige stad, toch? Ja, moet je zeker een keer doen. Zeker een keer doen. Dus bedankt voor het kijken en dan zien we jullie in de volgende vlog. Later. Ciao.